Nou goed, het is nu kwart voor twee. We gaan weer verder. We staan nu op de gang van de rechtbank naar werkelijk een ongelooflijk bloedstollend eerste verhoor van Jacques van Uwet. Het is eigenlijk niet te veel op toen wat allemaal gebeurde. De essentie is dat het dodelijk is voor Demmink. We schetsen ook even eigenlijk de positie van die storm van Schravenzanden, die dus vorige week maandag was. Dat is echt wel, die zitten eigenlijk in een duivels dilemma. Die heeft dus ontkend dat ze jongetjes heeft geregeld voor Demmink, waarmee ze dus mijnheid heeft gepleegd. Dat blijkt nu wel duidelijk. Waarmee ze dus gevangenisstraf riskeert. Maar als ze dus zou bekennen dat ze het gezegd had, dan zou ze ook een gevangenisstraf riskeren. Want dan is het dus medeschuldig aan een zwaar zedendelict, namelijk het regelen van minderjarige jongetjes voor Demmink. Dus dit geeft aan dat zij eigenlijk in een onmogelijk dilemma zat. En dat is ook eigenlijk de verklaring daarvoor, dat ze dus gewoon mijnheid heeft moeten plegen afgelopen maandag. Nou, verder, je kan in Groos en Gans natuurlijk zeggen dat die storm van Schravenzanden maandag zat daar dus trillend en bevend van angst naast de advocaat Bas Martens, deken van de Orgadvocaat in Den Haag, zodat niet er gefilmd werd. Deze Jacques van Uwet zat volledig in his power, zonder advocaat, wilde dat er gefilmd werd, dus dan geeft hij eigenlijk precies al aan, die de waarheid aan zijn kant heeft. Daarmee is eigenlijk het hele verhaal verteld. Hij bleef dus volledig staan bij zijn verklaring die hij heeft vast bij de notaris. Dat storm van Schravenzanden heeft gezegd dat ze jongetjes moest regelen voor Demmink. Hij kreeg bij de indruk dat ze dus die jongetjes zelf moest regelen. Dus dat zij ook degene was die de pooier heeft benaderd, de Haagse pooier, die de kinderen voor Demmink moest regelen. En hij zei daarbij, dus getuigd van Uwet, dat ze dat vertelde in een mix van verontwaardiging en belangrijke doenerij. Dus aan de ene kant was Storm van Schravenzanden wel, die beklaagde zich er wel over, dat ze dus die kinderen moest regelen. Aan de andere kant vond ze het interessant om het te vertellen, omdat ze daarmee wilde aangeven hoe goed ze op de hoogte is van alles wat er speelt binnen justitie. Nou, de hele sfeer binnen het departement, die naar voren dus werd om te braken, het is één grote smerige criminele maffieorganisatie. En dat blijkt bijvoorbeeld ook uit, en het is ook best te verbijsterend voor woorden wat aan het licht kwam, dat er dus een onderzoek is geweest naar aanleiding van de verklaringen van de twee gevangenisdirecteuren die in de Volkskrant zijn gepubliceerd in juni 2013. En in dat onderzoek, daar wist dus deze meneer van Uwet, wiens verklaring dus een aanleiding was voor het onderzoek, wist daar helemaal niets van. Die is helemaal niet gehoord, die is niet bevraagd door die ex-ambtenaar die dus dat onderzoek zou leiden, waarvan de conclusie was dat het niet waarschijnlijk is dat het allemaal zo is gegaan. Dus het geeft gewoon inderdaad aan dat het gewoon weer een zoveelste totale neponderzoek was. Uitsluitend bedoeld om Demmink wit te wassen. Nou, er kwam nog veel meer interessants aan. Bijvoorbeeld ook zeer belangrijk is het feit dat dus de reden was voor deze beide ex-gevangenisdirecteur om naar een paar te stappen, was de benoeming begin 2013 van Joris Demmink in het Helsinki Committee. Dat was namelijk een comité waar Jacques van Uwet ook veel werk voor had verricht. Als het gaat om het, moderniseren van het gevangeniswezen in Oost-Europa. En hij was werkelijk ziek van woede, laaiend van woede, zei hij letterlijk, toen hij dus hoorde dat Demmink daar benoemd werd. En dat is eigenlijk de reden ervan geweest om naar de notaris te gaan en te vertellen wat in 92 is gebeurd in Londen, toen die storm van Schravenzanden dus vertelde dat zij kindjes moest regelen voor Demmink. Nou, over die verklaring toen in 92 heeft hij gezegd dat er allerlei collega's ook bij waren. Onder andere is de naam van Jan Piek genoemd, de gevangenisdirecteur. Dat betekent dus dat zowel Jacques van Uwet als Bert Molenkamp als die Jan Piek hebben dus die verklaring gehoord. Op dat moment zei hij van, hij wist dus eigenlijk op dat moment al dat alle verhalen over Demmink. Dus het kwam voor hem niet als een totale verrassing. En hij dacht ook niet direct aan strafbare feiten. Hij dacht meer op dat moment in 92 aan roddel en achterklap. Hij zei daarbij dat het later natuurlijk wel allemaal op zijn plek viel. Toen dus nog veel meer feiten over Demmink naar boven kwamen in de jaren daarna. Voor het eerst hoorde deze van Uwet eigenlijk over de pedofielactiviteit van Demmink rond 1990 al. Bij een dinertje bij een Bram Starre, hoofdafdeling organisatie en informatisering van het ministerie. Die vertelde dus dat ook al dat hun Haagse pooiers actief waren voor Demmink tijdens een etentje met zijn vrouw. En hij vertelde er ook nog bij, deze meneer Starre, dat die kinderen naar de Rio-straat werden gebracht. Dat is interessant, dat we natuurlijk weten dat de Rio-straat ook in het register stond van de Haagse kinderopvang. Dus het moet in de Rio-straat een komen en gaan zijn geweest van kindervlees in die dagen. Verder kwam nog ter sprake dat
Demming vanaf 1993, toen hij dus DG werd, internationale aangelegenheden en vreemdelingenzaken, dat hij toen op dienstreizen, met name naar Praag, vaak met de auto ging, met de blauwe Ford Scorpio van het ministerie, terwijl de rest met het vliegtuig ging. Heel interessant. En hij bleef ook vaak dus na die dienstreizen nog hangen in Praag en ging naar de Pinocchio Bar. Dat is weer verklaard door Jan van den Brand, ook een collega gevangenisdirecteur van Huet. En dat bevestigt dus wat we al weten natuurlijk uit, uit de publicaties van de Panorama en de Gaykrant uit 2003. Er werd nog voor de grap bijgezet, was het misschien uit vliegangst dat Demming met de auto ging? Nee, dat was dan niet zo, want hij vloog wel gewoon naar landen als China en Turkije. Nou, dat Turkije was nog even aanleiding voor wat stress. Bij Harold Krijg natuurlijk, maar dat gaat nu te ver, daar kom ik misschien later nog op terug. Wat ook nog heel interessant is, is dat dus deze Jacques van Huet dus vertelde dat hij dus, toen hij dus voorzitter was van de Vereniging van Gevangenisdirecteuren, Vereniging van Directeuren, dat hij toen met Demming één keer de maand vergaderde. En dat hij Demming een heel kundig manager was bij die vergadering, dat hij één keer werd hij heel emotioneel. En dat ging erover toen het ging namelijk over de chauffeurs. Heel interessant, weet je natuurlijk wat er is gebeurd met de chauffeurs van Demming. Maar toen de chauffeurs zich gingen beklagen, of toen het aan de orde kwam dat er een debat ontstond over dat chauffeurs vaak op irreguliere tijden dingen moesten doen dat ze dat niet wilden, toen werd Demming heel boos. En die zei gewoon dat ze niet moesten zijn, die chauffeurs, omdat ze zoveel betaald kregen. En dat hebben ze ook nog verklaard. Even kijken, wat hebben we hier nog meer? Nou goed, hij heeft dus inderdaad gezegd dat hij 100% zeker weet dat die storm van Zandvoort Zanden die verklaring heeft afgelegd in Londen in 1992, waarmee dus eigenlijk gewoon keihard haar leugens zijn maskerd, want het leidt geen enkele twijfel wie hier de waarheid spreekt, maar ook geen enkele. Als het gaat om wie van de twee stormers gaan verzanden of van Huet, dan is het van Huet, dat blijkt uit alles. Verder. Nog één punt noem ik dan, heel interessant, dat ging namelijk op vragen van Kaak, ging het nog over de benoeming van Demming tot SG in 2002. Er was dus enorme stress over wat we al wisten. We wisten al dat zijn voorganger Harry Borghout zich enorm verzette, maar dat lijkt nog veel verder te zijn gegaan. Namelijk, Borghout is notabene ook nog naar Donner toegestapt om te zeggen, je moet die Demming niet benoemen. Dat is foute boel. Maar toen heeft Donner letterlijk gezegd, je mag niet over die graf heen regeren, Borghout, met andere woorden, houd je bek. Dat is weer verklaard door ene Jos Poelman, collega van Huet. Waarmee dus eigenlijk de rol van Donner helemaal in de spotlight komt te staan. Demming moest en zou SG worden. En Donner heeft dus gewoon echt op criminele wijze, heeft dus gewoon aanwijzingen genegeerd. En in de wind geslagen van mensen die zeiden dat dat niet mocht gebeuren. Om de bekende redenen. Oké, tot zover even. We gaan nu zo dadelijk dus luisteren naar Bert Molenkamp. Eigenlijk de e-mail heeft geschreven aan Omtzigt in februari 2013. Waarmee dit hele aspect van de affaire is begonnen. Dat was namelijk de e-mail waarin dus werd onthuld dat Storm van Schaafsanden in 92 in Londen heeft verklaard dat ze kindjes moest regelen voor Joris Demming. Tot nader order. En dit is Micha Kat signing off voor TalkRadioOnline.is en waarinHollands.nl op de Utrechtse rechtbank.